Het is een plantenkas, een geautomatiseerde plantenkas. We hebben goede 7 planten onder 7 lampen. Die 7 lampen zijn gekoppeld aan de 7 wereldcontinenten. Zodra er iemand uit een van die continenten op onze website kijkt van deze hele tentoonstelling, dan schakelt een van de lampen aan. En het doel is dat je aan de groei van de plant dus kunt zien hoeveel bezoekers er uit een bepaald continent op de website komen. Wij organiseren hier 2 tentoonstellingen. Die gaan over de fusie tussen natuur en technologie. En wat we eigenlijk uiteenzetten zijn diverse kunstenaars en designers die met de conceptuele fusie van natuur en technologie bezig zijn. Wat je hier ziet is een soort van waterprinter die water omhoog pompt. En vervolgens is er een machine gekoppeld aan het internet. En de informatie die hij streamt vanaf het internet, de meest actuele informatie van de dag, zet hij om in typografie van water eigenlijk. Nou ja, het is de bedoeling dat we de mensen toch even aan het denken zetten hoe wij zeg maar in het verleden met natuur vooral zijn omgegaan. En ook willen we gewoon aanhalen hoe je in de toekomst met technologie in natuur zou moeten omgaan. Planten krijgen water op het moment dat er uit alle 7 continenten een bezoeker op de website is geweest. Okay. En het is dus nog even spannend of we Antarctica weten te bereiken. Is daar internet in? Nou, dat is ook de vraag. Ik heb een systeem gebruikt wat dus de herkomst van een websitebezoeker traceert. En in dat systeem zit Antarctica. Dus ik ging ervan uit dat er mensen zouden zijn. Maar het wordt nog even spannend of we die voor het eind van de expo nog weten te bereiken. Doordat een plant het visualiseert, heb je er een ietsje meer emotionele band mee met je data, met je statistiek. Er is een klein probleempje. Wat is er aan de hand? Volgens mij is de webcam applicatie gecrashed. Dus die moet ik er even opnieuw opstarten. Het blijft toch digitale techniek die de basis vormt. En de natuur doet het een stuk betrouwbaarder.